De Surinaamse bauxietmaatschappij Suralco heeft niet veel gedaan voor de bevolking van het Cotica-gebied in het district Marowijne. Dit is een van de constateringen van historica Martina Amoksi, die onderzoek heeft gedaan naar de impact in en rond het mijngebied van de Suralco. Amoksi presenteerde haar onderzoek, waarmee ze onlangs gepromoveerd is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, gisteren tijdens het openingscollege van de faculteit der Humaniora van de Adekus. Amoksi zegt dat uit een gesprek met oudsten uit het gebied is gebleken dat Suralco weinig gedaan heeft voor de mensen. Ze zeiden het volgende over de SBN Suralco. Toen ze kwamen om te werken, hebben we bepaalde afspraken gemaakt. Ze houden zich echt niet aan hun afspraken. Als ze zeggen dat ze een school voor je gaan bouwen, moet je ze het eerst laten bouwen voordat ze werken. Als dat niet gebeurt, krijg je na afloop niets. Ze beloven, nemen alles wat ze kunnen vinden en na afloop gaan ze weg en doen verder niets. Ze kijken niet eens meer naar je om. Amoksi geeft verder aan dat de mening van de mensen uit het gebied voornamelijk gebaseerd was op de teleurstelling. De mensen die zij voor haar onderzoek heeft geïnterviewd, gaven aan dat ze meer hadden verwacht van de Suralco. Nu Suralco vertrokken is uit het land, kampen de mensen nog steeds met de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten, zegt Amoksi. Ik ben zelf naar Adjuma Konde gegaan en ik heb de kapitein geïnterviewd. En hij vertelde dus dat hij meer had verwacht van de Suralco. Want hij wees ook van die gronden waar ze gemeend hebben. Alles zo verlaten, die mensen hebben geen plaats meer om postgrondjes aan te leggen. Dus het is echt een probleem voor deze mensen. En ze zijn dus echt diep teleurgesteld dat de Suralco na hun ontginning verder niets, maar dan ook niets meer heeft gedaan. Er is wel een gemeenschaphuis gebouwd of zinkplaten gegeven aan bepaalde mensen om hun huizen te bouwen en zo. Maar voor de rest zijn ze heel erg teleurgesteld. Historica Amoksi gaf aan dat over het algemeen lokale gemeenschappen weinig voordeel hebben aan multinationals. De titel van het openingscollege was De stad komt naar het binnenland. Historische analyse van de invloed van de multinational SBM Suralco op de Maron gemeenschappen in Suriname 1922 tot en met 1992.